Zodra het besluit betreffende de nieuwe natuurbeheerplannen van toepassing wordt, zal er nog slechts één soort beheerplan zijn voor alle terreinen met geïntegreerd natuurbeheer. In deze beheerplannen moet de beheerder zijn ecologische doelen formuleren in de vorm van natuurstreefbeelden. De lijst van natuurstreefbeelden die een beheerder hiervoor kan gebruiken is opgenomen in bijlage 3 van het besluit rond natuurbeheerplannen. Er zullen in de toekomst 4 types van natuurterreinen zijn. Bij type 1 moet de huidige natuurkwaliteit behouden blijven. In dit type beheerplan maak je geen gebruik van natuurstreefbeelden. Bij een type 2 natuurterrein liggen de ecologische doelen hoger en moet je als beheerder op minstens 25% van de oppervlakte natuurstreefbeelden als doel stellen. Bij type 3 en 4 natuurterreinen liggen de ecologische doelen zeer hoog en moet je op bijna heel de oppervlakte streven naar natuurstreefbeelden. Mits motivatie kan maximaal op 10% van de oppervlakte hiervan afgeweken worden. Er moet dus minstens 90% natuurstreefbeeld zijn. Zoals we dadelijk gaan zien, zijn bepaalde natuurstreefbeelden alleen mogelijk in type 2 natuurterreinen. Er zijn 3 verschillende types van natuurstreefbeelden. Natuurstreefbeelden vegetaties, natuurstreefbeelden leefgebieden van soorten en natuurstreefbeelden procesgestuurde natuur. Bij vegetaties zijn er nog eens 3 subtypes. Dat zijn respectievelijk Natura 2000 habitats, regionaal belangrijke biotopen en andere vegetaties. Dit subtype kan je overigens enkel gebruiken in type 2 terreinen. Bij leefgebieden soorten mag je gebruik maken van soorten die Europees beschermd zijn of die typisch zijn voor een Europees beschermd habitat. Ook soorten met een goedgekeurd soortbeschermingsprogramma komen in aanmerking. Wettelijk beschermde soorten, volgens het soortenbesluit, kan je ook gebruiken als doelsoort, maar dan enkel voor type 2 terreinen. Procesgestuurde natuur zijn streefbeelden waarbij een natuurlijk proces zorgt voor de ontwikkeling of instandhouding van het streefbeeld. Het gaat dan over begrazing, winddynamiek, waterdynamiek, maar ook successie. Als basis gebruik je de streefbeelden vegetaties. Bij procesgestuurde natuur komen types vaak voor in een mozaïek. Hoeveel van elk type waar voorkomt, is niet exact te zeggen. Daarom kan je bij dit type streefbeeld werken met een vork. Daarbij geef je bijvoorbeeld aan dat type A voor 70-80% kan voorkomen en type B voor 20-30%. Type A en B zijn dan bepaalde natuurstreefbeelden vegetatie. Samengevat, gebruik je bij het nieuw type beheerplan natuurstreefbeelden om de ecologische doelen te beschrijven. Er zijn 3 types van natuurstreefbeelden, namelijk vegetaties, leefgebieden van soorten en procesgestuurde natuur. In een beheerplan zal je op kaart aanduiden waar welke natuurstreefbeelden liggen. Als eerste werk je met natuurstreefbeelden vegetaties of procesgestuurde natuur. Indien er naast het beheer voor deze streefbeelden extra beheer nodig is voor bepaalde soorten, kan je leefgebieden van soorten aanduiden op de kaart. Indien er voor de soorten geen extra beheer nodig is, duid je hiervoor geen leefgebieden aan. Enkele voorbeelden van natuurstreefbeelden vegetaties zijn droge heide, wat een Natura 2000 habitat is, dotterbloemgrasland, een regionaal belangrijk biotoop, of grasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden, wat een natuurstreefbeeld andere vegetatie is. Natuurstreefbeelden leefgebieden zijn bijvoorbeeld graslanden die je specifiek beheert voor kwartelkoning, maar ook het leefgebied van het groentje, een typische soort voor heide, is een streefbeeld. Streefbeelden van procesgestuurde natuur zijn bijvoorbeeld
climaxvegetaties. Doelen in een beheerplan moeten duidelijk omschreven en meetbaar zijn. Daarom werken we met kenmerken en factoren. Kenmerken zijn de gewenste eigenschappen van een beheerdoel. Factoren zijn krachten of processen die de toestand van het beheerdoel beïnvloeden. Voorbeelden van kenmerken voor een glanshaverhooiland zijn bijvoorbeeld minstens 7 sleutelsoorten aanwezig en er is niet meer dan 50% bedekking door vergrassingsindicatoren. Voorbeelden van factoren zijn het uitgevoerde beheer en schaduw van een bomenrij naast het grasland. Sommige factoren en kenmerken zijn sterk met elkaar verwant. Een voorbeeld voor de heide: de factor overwoekering door het invasieve grijs kronkelsteeltje en het kenmerk percentage van bedekking van grijs kronkelsteeltje. Als basis voor de gewenste kenmerken gebruik je de LSVI-tabellen. Deze vul je nog aan met specifieke kenmerken van het natuurstreefbeeld in jouw gebied. Als voorbeeld bekijken we even de moerasspirea-ruigte, code 6430HF. Kenmerken van een moerasspirea-ruigte zijn de aanwezigheid van 5 sleutelsoorten met een gezamenlijke bedekking van 50% of meer en een bedekking van minder dan 30% van verruigingsindicatoren zoals akkerdistel en kruldistel. De natuurstreefbeelden krijgen ook een afkorting of een code. Deze bestaat voor Natura 2000 habitats uit de code van het habitattype. Subtypes krijgen achter deze code nog een BWK-code. Regionaal belangrijke biotopen krijgen de afkorting RBB, gevolgd door een BWK-code. Andere vegetaties krijgen enkel een BWK-code. Enkele voorbeelden. 6510HU staat voor het Natura 2000 habitat glanshaverhooilanden. Binnen de 6510 zijn er ook nog andere subtypes, zoals bijvoorbeeld 6510HUK, wat staat voor de kalkrijke kamgraslanden. Het regionaal belangrijk biotoop Rietland krijgt de code RBBMR, waarbij MR de BWK-code is voor Rietland. Een andere vegetatie, zoals bijvoorbeeld een soortrijke akker, krijgt enkel een BWK-code, in dit geval B.